Welkom bij Betaal TV, het online programma over betalingsverkeer en digitalisering. Als je hebt over oude innovatie, dan is dit toch wel een mooi voorbeeld, maar ik ben er heel blij mee. Kijk, een laag percentage cashbetalingen vinden we helemaal prima als de mensen maar wel zelf kunnen beslissen of ze met cash of met elektronisch willen betalen. Wij gaan de automaten samenvoegen. Vervolgens kijken, met name op plaatsen waar alle drie de banken er minimaal 1 hebben staan, of dat echt noodzakelijk is. Waar wij heel erg in geloven is dat je juist contextgebaseerd gaat delen. Niet iedereen hoeft al mijn informatie te hebben. Overal in alle landen waar het succesvol is, een middel is dat een samenwerking tussen banken en overheid en soms met de telecomindustrie erbij. Ik denk dat we zo'n systeem moeten maken waarbij je als overheid eigenlijk zegt deze identiteit is veilig. En dan moet je die in de digitale toekomst kunnen gebruiken. Ja. Meestal gaat het langer dan je kost het meer tijd dan je denkt, maar als je daarop neerlegt, dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus we moeten er gewoon druk op blijven zetten. Ik denk dat je kan zeggen dat instant payments eigenlijk de basis is voor innovatie. Ik vergelijk een instant payment altijd met een WhatsApp berichtje. Ja. Je kunt altijd versturen, je kunt zien of het is aangekomen. En het was eigenlijk heel vreemd dat dat niet gold voor betalingen. We hebben België live, we zijn ook nog bezig nu in Hongarije bijvoorbeeld live te gaan. Je ziet dat de meeste banken in Europa dit product aanbieden als een soort premium product. Een soort van spoedoverboeking waar je apart voor moet kiezen als klant. En dat en vaak ook betalen. En het grote verschil met Nederland is dat wij zeggen, nou wij vinden dat iedere klant hier gebruik van moet kunnen maken zonder erom te vragen. Ik denk dat in algemeen zin een vergunningaanvraag gewoon complex is en dat is niet voor niks. Wij vinden dus dat mensen tegen zichzelf beschermd moeten worden, met name onder de groep van de kwetsbaren. We moeten wel ons hoofd koel houden. Al die partijen die diensten komen aanbieden, hebben zich goed gehouden aan de regels, goedgekeurd, gestempeld. Even de banken verdedigen. Tegenwoordig in Nederland, het is een genot. Die apps van die banken, dat is echt niet meer hetzelfde dingetje van bijna 10 jaar geleden. Nee. Veiligheid is een kerntaak van de banken, dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. En het is continu een wapenwedloop, nieuwe technologieën, nieuwe criminelen, nieuwe beveiligingsmethoden. En dat houdt nooit op. En daarbij wordt op dit moment ook heel erg sterk de nadruk gelegd op phishing. Voor elektronische betalingen is er nu een naam-nummercontrole. Je moet als klant nog steeds zelf opletten en de betaling bevestigen. Maar als het naar een verkeerde dreigt te gaan, laat de bank je dat zien. Nou, dat soort oplossingen, daar word ik blij van. Ongeveer 55% van alle Nederlandse e-commerce betalingen wordt wel met iDeal gedaan. De tweede en de derde, daarna zijn PayPal en creditcard. Strafbetaalmethodes zoals Afterpay en Klarna zijn populair aan het worden. Ja. En we zien nu ook aan de poorten kloppen de grote BigTechs, kleine hippe fintechs die hier allemaal iets mee willen. Voor iDeal hebben we nu nog meerdere schermen. Dus we zijn nu aan het kijken, kunnen we met minder schermen een iDeal betaling doen? En we denken dat het kan lukken om een iDeal betaling met 1 scherm uit te voeren voor de lagere bedragen. Ik vind het zelf altijd interessant. Die innovatie zit dus vooral aan de voorkant, maar de onderliggende betaling blijft eigenlijk gewoon het ouderwetse overboekingje. Ik denk dat we in Nederland heel trots erop kunnen zijn dat 99,5% van de mensen binnen een straal van 5 kilometer van de geldautomaat woont. We kunnen er ook trots op zijn, met name ook bij ouderen scoort dat heel hoog, is contactloos betalen. Die geven zelfs dat een 8,5. We verwachten een verdubbeling minimaal van het aantal mensen met dementie. De komende 20 jaar. Hou er vanaf het begin rekening mee. Het is veel makkelijker om een ding te ontwerpen wat voor een grotere groep bruikbaar is, dan dat je het alsnog weer moet aanpassen. Pieken worden hoger, dalen worden dieper, Vincent. Als je dan bedenkt dat er gewoon meer dan 1 miljard WeChat gebruikers zijn. Ook betalen met WeChat. Arjan, ben je nu aan het sidderen in je schoenen, zeg maar, bij het komen van die Oosterse oplossingen? Mensen gaan echt alleen anders betalen als het gemakkelijker wordt. Ja. Of anders wordt. Laat maar komen, die 300 miljoen TikTokkers. Ik geloof, iDeal was een prachtig voorbeeld. Yeah. Je moet in die spirit dingen verder gaan ontwikkelen, ook in Nederland, om ervoor te zorgen dat je gewoon super betaalmethodes zijn. Yeah. Die kunnen concurreren tegen bijvoorbeeld de WeChats, de Tencents en zulke soort oplossingen als Afterpay.